Frits Westers' avontuur op Afvallerseiland in expeditie Robinson was van korte duur en velen betwijfelen of zijn vertrek wel helemaal eerlijk verliep. Kijkers uiten hun ongenoegen en beweren dat Mark Baanders vals heeft gespeeld tijdens het beslissende duel. Frits had al het gevoel dat hij door zijn mede-eilandbewoners zou worden weggestemd, maar zijn hoop groeide toen hij arriveerde op Afvallerseiland, waar hij warm werd verwelkomd door Irene van der Laar en Mark Baanders. Toch duurde zijn verblijf niet lang, want tijdens het alles-of-niets-duel verloor hij van Mark. Kijkers reageren fel en beweren dat Mark onreglementair handelde. Ze stellen dat Mark de schijven niet tegenhield, maar er bovenop legde, wat veel gemakkelijker zou zijn en minder kracht zou vergen. Sommigen zijn van mening dat Frits de winnaar had moeten zijn. Een teleurgestelde kijker schreef, de jury had beter moeten opletten, want, die lieve, Mark legde gewoon de houten schijven bovenop. Op die manier kan ik het ook lang volhouden. Niet iedereen deelt echter dezelfde mening over het vermeende vals spelen. Volgens sommigen was het niet verboden wat Mark deed, aangezien de regels niet expliciet waren uitgelegd tijdens de proef. Ze suggereren dat Frits gewoon slimmer had moeten zijn. Een andere kijker merkt op, Mark was inderdaad slimmer. Ongeacht of Mark nu daadwerkelijk vals heeft gespeeld of niet, zijn veel kijkers positief verrast door de Pound-verslaggever. Mark zelf zegt hierover, dat is de kant van mij waar ik nul energie voor hoef te doen om dat te zijn. Misschien een beetje een dom en naïef imago, maar dat is uiteindelijk wel gewoon wie ik echt ben. Mark ontvangt voor het eerst in 7 jaar positieve reacties van het publiek. Hij zegt, het is voor het eerst in 7 jaar dat mensen mij zien en zeggen, eigenlijk best een leuke vent, die Baanders.